Een stel gezonde Hollandse meisjes heeft in de Duinenbeekkrantje Lek de trainingspakken aangetrokken, de spieren door eenvoudige oefeningen wat soepel gemaakt en is daarna netjes gaan staan wachten op het startteken voor een bosloop over 800 meter. En daar gaan ze. Het is de derde keer dat deze bosloop door de Dames Atletiekvereniging Gita georganiseerd wordt. Sportief als wij zijn, zijn we de meisjes met de auto achterna gegaan. En eerlijk gezegd, we moesten zelfs overschakelen naar de tweede versnelling om ze bij te houden. Maar toen er zo'n 5 à 600 meter op zaten, toen ging het toch niet zo erg hard meer. Hoe het zij, één kwam er als eerste door de finish, namelijk Jannie van Gogh, na een spannend duel met Hanny Horst dat zij met een neuslengte won. Tijd over de 800 meter, 2 minuten 32, 2 tiende seconden. Op dolle dinsdag.